Hey, de beste wensen allemaal en welkom aan het einde van 2018 en in het nieuwe 2019. Zoals afgesproken nog even een laatste filmpje van week 52. Zitten stiekem in week 1, maar doe net alsof. Het is de tweede alweer. En bij deze is mijn hele sessie van video's van 2018 dus ook officieel gestopt. Ik ga ook geen hele sessie met iedere week een video meer doen. Want ik ga me meer richten op kwaliteit en niet meer op kwantiteit. Ik had natuurlijk nu gezegd van, joh, wat er ook gebeurt. Al heb ik niks te vertellen, dan nog maak ik een klein filmpje. Maar ga hem nu niet doen. Je zal nu wat minder films voorbij zien komen. Maar de filmpjes die voorbij komen, daarin heb ik ook echt iets te melden. Ik ga twee afspeellijsten maken. Eentje voor algemene dingen, als ik wat leuks tegenkom, in het Engels of in het Nederlands, komt dat daar terecht. En eentje specifiek gericht op mijn passie. En mijn passie is mensen training geven in zelfvertrouwen. Ik ben niet voor niks zelfvertrouwencoach. Ik heb zelf de nodige stappen genomen in groeiend zelfvertrouwen. Ik was ooit super onzeker. En ja, zoals je ziet is daar niet heel veel meer van over. Maar dat heeft wel de nodige zelfkennis, stappen en ook hulp gekost. En om nou voor anderen, vooral dat hulpgedeelte een beetje te voorkomen. En ook gewoon een hoop tijd uit te sparen. Heb ik bedacht om daar maar gewoon programma's voor te gaan maken. Want kijk, ik kan mensen één op één coachen en dat is hartstikke leuk. Maar met gewoon een online programma kan je veel meer mensen gericht bereiken. En uiteindelijk gun ik het gewoon zoveel mogelijk mensen dat ze een goed zelfvertrouwen hebben. En vooral als ik kijk naar mezelf, ik ben een vrouw van in de 30. Als ik kijk naar sowieso vrouwen rond de 30, maar ook andere mensen, die lopen op een gegeven moment ergens tegenaan. Die beseft zich op een bepaald moment van, joh, ik werk voor iemand, dus ik doe wat een ander van mij verwacht. Ik heb mijn studies gedaan. Ik heb mijn keuzes gemaakt in het leven. Ook voor een groot deel vanuit wat andere mensen van je verwachten. Vanuit wat een school van je verwacht. Vanuit wat familie van je verwacht. Vanuit normen en waarden die je van huis uit hebt meegekregen. Dus ik ben heel erg gewend om te leven volgens anderen. Maar zo'n rondje 30ste begin je toch te beseffen van, joh, er is meer en wat wil ik zelf eigenlijk? En dan komt er een punt waarop je denkt, goh, misschien wil ik wel iets voor mezelf beginnen. Of misschien wil ik wel een wereldreis gaan maken. Of misschien wil ik wel iets met het klimaat gaan doen en daar een impact in maken. Er zijn bepaalde idealen die je dan hebt. En de kans is vrij groot dat je dan ergens enthousiast aan begint en dan halverwege zegt, ik weet eigenlijk niet precies hoe dit werkt. En aangezien de kans heel groot is dat ik dit niet ga kunnen, doe ik het toch maar niet. En ergens rond je 40ste kom je weer in een crisis terecht, want dan kom je erachter dat je die 10 jaar dus hebt besteed aan niet doen wat je eigenlijk wilde doen. En dan kom je in je 50ste halverwege je leven, denk je, heb ik het nou nog steeds niet gedaan. En steeds opnieuw kan je in diezelfde valkuil stappen. Terwijl als je van tevoren een beetje weet dat je op jezelf kan rekenen en dat je het wel kan, kan je al die tijd wel uitsparen. Daarmee al die frustratie en al die stress en kan je veel eerder heel gericht je eigen pad gaan volgen. En dat gun ik iedereen. Sowieso goed zelfvertrouwen, want heel veel mensen hebben dat gewoon niet echt. En dat kan op verschillende vlakken zitten. Het kan zijn doordat je heel erg gewend bent met online te leven. Dat je daarmee ook heel gevoelig bent geworden voor wel goedkeuring van anderen. Maar genoeg likes betekent dat ik een leuk persoon ben, wat natuurlijk in de realiteit helemaal niet zo is, want dat bepaal je zelf. Maar om dat weer zelf te kunnen betalen, is het wel handig dat je weet hoe dan. Het kan ook zijn dat je ook zegt dat je heel graag iets wil gaan bereiken, maar dat je niet weet hoe. Omdat je niet weet hoe of niet helemaal kan overzien, er maar niet aan begint. Zonde. Kan je ook leren dat je uit je comfortzone wil stappen, maar het heel spannend vindt, want dat heb je nog nooit gedaan. Dus dat je het dan maar niet doet, zonde. Want de leukste dingen liggen aan de andere kant van je comfortzone. Dat je eigenlijk
niet toe in staat bent om echt voor jezelf te kiezen en echt van jezelf uit te gaan. Omdat je simpelweg nog niet echt weet wie je eigenlijk bent. Zonde, want dan blijf je voor anderen leven en waar blijf je zelf dan? Kijk je over 10 jaar terug en denk je, ja maar waar was ik dan? Nou, allemaal van die dingetjes heeft allemaal te maken met dat stuk zelfvertrouwen. En daar kan je gewoon echt, dat is te leren. Zelfvertrouwen is geen gegeven, het is een skill. Het is te leren. Je kan het gewoon aanleren. Er zijn manieren en methoden voor. En die methoden en manieren ga ik in een programma zetten. En dat programma ga ik online uitgeven. Maar daar komen ook komen thema's in voor. En binnen die thema's opdrachten, reflectiepuntjes, hele hoop kennis. En daarbij ga ik ook regelmatig een Q&A doen. En de Q&A's komen weer op YouTube te staan. En als iemand een keertje persoonlijk iets nodig hebt, geeft aan, kan ik eventueel persoonlijk nog een filmpje maken als dat nodig is. Ik kan sowieso kijken, op het moment dat je mijn programma gaat doen, waar loop je precies tegenaan? Dan kan ik mogelijk nog sowieso iets meer personaliseren, zeker in het begin. En ja, ik wil dan vervolgens uit dat grote programma weer kleine verdiepingsprogramma's gaan maken, die ook weer natuurlijk doorgebouwd kunnen worden. Want je zal zien dat het basisprogramma dat beslaat alles, maar er zullen altijd verdiepingsvragen zijn. En er zullen bepaalde thema's zijn die bij mensen gewoon meer leven. En naarmate dat naar voren komt, ga ik daar programma's op maken die echt die diepte ingaan. En die dus echt specifiek gericht zijn op jouw probleem. Maar dat komt nog. We beginnen gewoon met het basisprogramma. Die gaan we eerst doen. En ik verwacht dat die begin van dit jaar toch wel klaar zal zijn. Hou dus YouTube in de gaten, want daarin ga ik de nodige aankondigingen doen. Vast wat voorproefjes geven. Er gaan best wel wat tipjes van de sluier al komen. En gewoon de nodige basisinformatie komt ook gewoon op YouTube. Dus hou het echt in de gaten, want daar ga je wat aan hebben. Alleen het is minder regelmatig wat je van me gewend bent. Dus ik zou zeggen, je kan dat belletje aanklikken als je weet wanneer er weer een filmpje komt. Dan zie je het vanzelf. En anders kom je gewoon af en toe even terug om te kijken. En dan hoop ik dat ik je heel veel hulp kan bieden. En heel veel handvatten. En heel veel lessen waar je de rest van je leven wat aan hebt. Want ik gun het werkelijk waar iedereen om gewoon een blakend zelfvertrouwen te hebben. En vol wetenschap dat je het kan. Dat je in het leven kan staan. Want dat geeft zoveel kracht. Dat geeft zoveel kracht in je leven. Dus dat is zo tof iets. Hè? Want zal je nu alvast vertellen. De belangrijkste les die ik geleerd heb. Is werkelijk ownen van je leven. Dus werkelijk de verantwoording nemen over je leven. En dat betekent niet dat je jezelf de schuld geeft als het fout gaat. Betekent ook niet dat je enkel laat zien dat alles goed gaat. Want echt verantwoording betekent dat als je iets fout doet, dat niet je eerste reactie is om een excuus te geven. Maar dat je eerste reactie is, dit gebeurt, ik ben mens en hoe kan ik het beter doen? Dus je gaat, eigenlijk is daarmee faalangst ook geen optie meer. Straalangst is daarmee ook geen optie meer, want dan worden dingen fout doen net zo makkelijk als dingen goed doen en beide worden echt deel van wie jij bent. En als je daar comfortabel in bent, wauw. Ander ding is niet te veel vergelijken met anderen. Want als je vergelijkt met anderen, ga je jezelf al snel heel klein maken. En dat hoeft niet. Je kan jezelf trouwens wel vergelijken, maar dan op een goede manier. En dat gaat allemaal nog naar voren komen in verschillende filmpjes, maar zeker ook de verdieping in dat programma. Dus al dat soort dingen komen er echt in naar voren. En ik hoop heel veel van jullie daarin terug te zien. Ik ga er nog de nodige informatie over geven de komende weken. Maar voor nu is dit een hele mooie afsluiter voor 2018. En wens ik jullie een heel gezond, gelukkig, vrolijk, liefdevol, happy new year met
alle mogelijkheden van de wereld en alle kansen van de wereld. En ik hoop dat je ze allemaal pakt. Hele fijne maanden. Heel goed nieuwjaar. En tot in de volgende filmpjes.